Ja, jongens, Ajax lijkt niet te stoppen, nu ook gaan winnen in Tottenham. Loopt dit nog mis? Ze hebben nu al een voet in de finale. In de voorbije matchen tegen Juve en tegen Madrid moesten ze nog winnen bij de terugmatch. Nu hebben ze een zekere druk van een score te moeten houden. Kunnen ze dat? Ik hoop van wel. Het zal vooral zaak zijn voor Ajax om terug het voetbal van die eerste 25 minuten te vinden. Om elkaar veel positiewisselingen te hebben, om zo het Tottenham moeilijk te maken. Anderzijds, Sissoko zal nu aan de aftrap komen. Son zal ook terugkomen uit blessure. Dat geeft toch wel wat meer kwaliteit. Ja, want ja, hoe is dit Ajax te stoppen? Wel, als trainer heb ik erover nagedacht, voor de match, na de match nog. Ofwel moet je afwachtend zijn en snel gaan in tegenaanval, ofwel moet je ze hoog gaan pakken. Van welke jongens zijn jullie het meest onder de indruk bij Ajax? Over heel het seizoen denk ik toch wel Frenkie de Jong. Omdat hij op zo'n jonge leeftijd heel veel ervaring uitstraalt, heel veel rust aan de bal. Als ik er één moet kiezen, zeg toch De Ligt zeggen. Voor wat de kapitein, hij, ja. Ja, voor wat hij gewoon brengt. Zo jong. 19 en jaar. En zo ervaren en zo mentaal zo sterk. Ja, prachtig. Ja, ze kunnen ook niet alleen uitstekend voetballen, maar ook knokken als het moet vechten voor elkaar. Is dat ze met een hele grote hart spelen. En iedereen doet de inspanningen dat hij moet doen voor de ploeg. En ik heb echt het indruk, buiten het feit dat ze allemaal kunnen voetballen, ze willen allemaal hetzelfde. Ze willen die Champions League, allemaal. Ik hoop dat we dan ook wel een droomfinale krijgen. Ajax-Barça. Dat is toch waar Cruijff, denk ik, terug van boven naar beneden zou komen om een aftrap te geven. Iets over die Ten Hag. Vrij onbekend, onder vuur in het begin van het seizoen. Maar er was toch heel veel twijfel over Ten Hag. Hè? Dat is toch een jongen uit Enschede. Past hij wel bij de Amsterdamse Brani? Gaat dat wel lukken? Er was heel veel twijfel over. Maar geleidelijk aan heeft hij toch iedereen verbaasd met fantastisch voetbal. Het is te zien hoe hij dit kunnen maken in een andere club. Ik denk van niet, want Ajax is Ajax. Pronostiek voor die match tussen Ajax en Tottenham? 2-1. 3-1 voor Ajax.